Hey, welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik heb vandaag iets heel erg leuks. Maar eerst voordat we verder gaan, er is een beetje gek licht. Omdat de zon schijnt en het sneeuw reflecteert heel veel licht. Dus als het licht in de video verandert, dan weet je waarom dat is. Ik heb hier iets super leuks. Ik heb boeken besteld bij Boekhandel Donner. Want het is nu heel erg belangrijk natuurlijk om je lokale boekhandels te supporten. Dus laten we maar gaan uitpakken. Ik was echt toe aan nieuwe boeken. Laten we beginnen met het dunste pakketje. Ze zijn trouwens allemaal van de Donner. Deze kwam met de brievenbuspost. Die andere twee werden net bezorgd. Ik heb namelijk ook een paar boeken gepre-orderd. Vooral die van Chinook, want dat was een signeer editie. Dus die komt nu ook nog niet binnen. Maar ik heb dus voor 100 euro boeken gekocht. En iets meer, maar het is ook al gek om te zeggen, maar toch ook wel heel erg leuk. Eerste boek is Burn After Writing. Ik zag deze een tijdje terug ook al in de Bruna. Toen had ik hem niet gekocht, want ik dacht van ja, ik weet nog wel hoe weinig ik deed met mijn Wreck This Journal. Maar ik zag hem toen ook alweer voorbij komen op TikTok. Dan moet ik ook zeggen, TikTok influence wel enorm. Maar ik voelde dus de laatste tijd een beetje een verandering in wie ik ben. meer ook in mijn mindset, shift of mentality. En ik dacht, ik ga er wel achter komen wat dat nou eigenlijk is met dit boekje. En ik ben heel erg benieuwd naar alle vragen erin. Dan, dat was envelop nummer 1. Doos nummer 2. Hier staat ook echt op dat het van de Donner is. Dus dat is heel erg leuk. Nu heb ik ook nog lang niet alle boeken besteld die op mijn wishlist staan. Dus zal ik voorlopig nog wel bezig zijn met boeken bestellen. Hij is ingepakt, dat is wel schattig. Ja, ik hou wel echt van de Donner ook als boekhandel. Gewoon ook om er rond te lopen, om er te eten, want ze hebben heerlijke wentelteefjes. De special edition van Het Onzichtbare Leven van Addie LaRue. Ik ben zo'n fan van de Schemering Trilogie. Oh, je kan mijn vinger niet zien. Daar, de Schemering Trilogie. En ik dacht, ik moet meer van Victoria Swap lezen, V.E. Swap. Dus dit is de limited edition. Super gaaf, super dik ook. Een hele mooie illustratie. En dan de buitenkant. Dit doet me zo erg denken aan alle boeken die oma in haar kast heeft staan. Oh, wat een boek. Maar ik ben wel iemand, en dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat bij jou zit. Als jij boeken leest met zo'n sleeve eromheen, haal je dan met lezen ook de sleeve eraf? Of hou je die sleeve eromheen? Oké, de laatste doos alweer. Ik kijk nu ook alweer uit naar de volgende bestelling. En ik heb dit nog niet eens allemaal gelezen. Dit boek is een schrijfboek. En die staat al best wel lang op mijn to-do-list. Of to-do-list. To be TBR. Maar dan moet ik wel zeggen, hij is dunner dan ik had verwacht. Maar het gaat over Nicoline Misée die les geeft in verhalen schrijven aan de Volkskunde Universiteit als aan de schrijversvakschool. En ik ben heel erg benieuwd. Maar ik heb hem ook gewoon deels gekocht op de cover. En ik dacht eigenlijk altijd dat het een slang was. Maar ik zie dus nu pas dat het dus een vulpen met een vulpenpotje moet zijn. Logisch. Ik heb deze vorig jaar een keer op mijn to be read list gezet. En dat was toevallig met alleen maar paarse boeken. Waaronder dus ook het boek van Rani, Toxine. En deze staat er dus al heel erg lang op. Maar ik wilde gewoon een extra boek om aan die 100 euro te komen. Dus heb ik deze gekocht. Er zit hier toch ook zo'n mooi boek in, hè? Ik kijk hier al zo lang naar uit. En dat is toch ook wel eigenlijk zit een verhaaltje achter. Toen ik net begon met schrijven, mijn allereerste boek heb ik laten proeflezen door een geweldig iemand die ik leerde kennen op Twitter. Volgens mij zelfs nog. Dat is echt lang geleden dus. En op dit moment zit ze als goed is nog steeds in Australië, omdat ze niet naar Nederland kan komen. Ik heb het dus ook echt over de enige Rianne Robbe. En haar boek is gewoon uitgegeven bij Blossom Books. Zomerburen. Ik kijk hier zo naar uit. En het is eigenlijk heel stom dat ik hem niet eerder heb gekocht. Maar ik had mezelf toen een bookbuying ban opgelegd aan het eind van vorig jaar.
En toen ben ik in januari aan mijn baan begonnen. En toen dacht ik, nee, ik heb geen tijd om te lezen. Maar ik wil gewoon lezen. Leuk. Oh, dit vind ik zo cool. Oh, en hij is toch ook zo mooi. Hij is zo cute. Ik heb geen cute boeken. Ik heb geweldige covers als boeken. Maar ik heb geen cute, echt schattige covers. Daar is deze de eerste van. Dus dat is wel heel erg gaaf. En dan heb ik nog twee Nederlandse auteurs. Ook best wel cool. Want ik heb hier nu eigenlijk boeken van 1, 2, 3, 4. Ik heb 5 boeken van Nederlandse auteurs besteld. Ik heb deze van Danielle Bakhuis. Het Huis zonder einde. Ik zat dus midden in mijn bookbuying ben. Toen al met Halloween, toen dit boek uitkwam. En ik heb elk boek van Danielle behalve Clownsnacht. Hier krijg ik dus gewoon warm van, hè, want ik hou van dit soort boeken. En Danielle kan zo goed schrijven. Die lees je gewoon binnen een dag uit. Dat is gewoon niet normaal. Als zij ooit een cursus geeft met horror en spanning schrijven. Oh, ik geef hem al mijn geld eraan uit. Ik geef er echt al mijn geld aan uit. Kan niet missen. Dat is gewoon een boek die ik vandaag, waarin ik vandaag begin en die ik straks gewoon uitlees. En dan als allerlaatste is het boek van Astrid Boonstoppel. Van de winnaar van de Jonge Jury Debuutprijs 2020. Ik heb haar andere boek ook heel veel voorbij zien komen. Maar dit was degene die mij het meest aansprak. En toen zag ik hele gave recensies voorbij komen. Het is dus De Academie. En eindelijk dit boek gekocht. Oh, ik kan niet wachten om hierin te beginnen. En ik had ze dus ook gekocht. Ja, niet alleen omdat ik zin had om geld uit te geven. Maar ook gewoon omdat ik zin had om te lezen. En met dit slechte weer zie je toch heel veel binnen. En ik had er gewoon zin in. En ik kijk ook weer uit om gewoon lekker bij oma te gaan zitten. Een boekje te lezen. Boeken op mijn nachtkastje te hebben. Oh, maar nu is de vraag. In welk boek ga ik beginnen? Begin ik in het dunst. Ik ga sowieso in die ene van het schrijfboekje. De Burn After Writing. Maar begin ik met die van Danielle? Begin ik met die van Rianne? Ik denk dat ik met die van Rianne begin. Dat denk ik bijna zeker. Ik kom om in de boeken. En dan heb ik nog niet eens de boekenkast van Chinook zelf. Of van Monisha van Books and Dreams. I wish. Maybe one day. Dit zijn niet allemaal boeken hoor. Ik heb ook nog boeken op de andere kamer staan. Dat was het weer voor deze video. Laat me ook zeker weten in welk boek jij zou beginnen als jij deze boek had besteld. Of welke boeken er bij jou op je TBR staan. Of welke boeken je heel erg graag wil lezen. En welke je nu bezig bent. Laat het gewoon weten in de reacties hier beneden. Doe een hartje. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Dat wilde ik doen met deze. Abonneer alsjeblieft. En dan zie je me, wie weet, binnenkort weer met een nieuwe boekenunboxing. Van waarschijnlijk nog een keer 100 euro. Want ik hou van boeken. Oké, doeg.